Vandaag gaan we aantonen door middel van plooimeetkunde dat de som van de hoeken van een driehoek gelijk is aan 180 graden. Nu, we zien hier een rechthoekige driehoek. We hebben hoek 1, 2 en 3. We hebben hier ook nog een gestrekte hoek, dus we weten daarvan dat het 180 graden is. Nu, we laten een hoogtelijn neer uit hoek 1 op de basis. En daarna plooien we hoek 1, zodat het hoekpunt samenvalt met het snijpunt van de hoogtelijn in de basis, zoals je hier kunt zien. We plooien nu de andere twee hoeken ook nog. En wat zien we dan? Dat hoek 1, 2 en 3 weer 180 graden vormt. Dit was een rechthoekige driehoek. We kunnen dat natuurlijk ook met een stomphoekige driehoek doen. We plooien natuurlijk weer deze hoek door middel van de hoogtelijn. En dan doen we dat ook met de andere hoeken. En dan krijgen we weer 180 graden. Dit kan ook met een scherphoekige driehoek. Juist hetzelfde principe. En dan krijgen we weer 180 graden.